Goedemorgen, VJ Squad. De dag na de 24 uur, sterker nog, soms zelfs de 2 dagen na de 24 uur. Het is maar hoe je het bekijkt. Vandaag op de dag weer een mooie klusdag. We hebben wel iets langer. Hallo. Wat? Het is een verjaardag. Oh ja. Ik ben jarig. Ik ben gewoon verdomme 31 jaar geworden. Doze stilte. Even in de chat voor een vallen. Even in de chat, boys. 31 jaar. Godsamme, man. Dan word je oud. Tenminste, 30 was eigenlijk al een beetje voor mijn gevoel oud. 31 kan er ook nog wel bij. Maar, belangrijk. We hebben iets langer uitslapen dan normaal. Het is 10 uur. En we gaan nu pas naar ons huis. Ik zeg nu pas, omdat normaal zijn we er al rond een uurtje of 8. Ging ik vandaag gewoon niet trekken om lekker de wekker te zetten. Dus ik heb gewoon eigenlijk gewoon uitgeslapen, natuurlijke wekker. Oftewel, Lisette heeft me wakker gemaakt. en we gaan lekker klussen de hele dag. Dan nemen jullie natuurlijk weer mee. Hey, mijn wekker. Jullie denken, oh my god, waarom was er geen vlog eergisteren? Nou, omdat we waren eigenlijk natuurlijk tijdens 24 uur stream hebben we zo weinig echt geklust en gekloot in ons huis. En ik was gewoon heel druk bezig met het streamen natuurlijk. Dus kortom, we hebben niet zo heel veel gefilmd. Maar, nu gaan we naar ons huis. Vandaag lekker klussen. Ik wil eigenlijk vandaag een start maken met de trapkast. Want we zijn maar met z'n tweeën, ik en Lisette. We hebben vandaag geen hulp van Maurice. We hebben vandaag geen hulp van de RPG bro. Geen hulp van andere mensen. Dus kortom, het worden even met 4 handen en dan kijken wat we het makkelijkste kunnen gaan doen. Wat wel een beetje solo aan de dijk zet. We nemen jullie mee. Tot zometeen. We zijn in ons huis. Op dit moment bezig met UV-verlichting nog even installeren. We zijn al een klein stukje verder met de trapkast. Oftewel, hij hangt er gewoon in. Hij hangt stabiel, hij hangt sterk. En dan uiteindelijk, nu moeten we houten balken gaan maken, et cetera. Om uiteindelijk ook gewoon het af te werken met gips. En, even serieus, een kleine vlugge Jaap, want ik heb honger. Maar we gaan zo meteen deze afmaken. Dus de volgende shot hangt de trapkast volledig erin met houtwerk. Gipswerk weet ik nog niet, maar ik hoop wel dat het gips laten kunnen. Maar, zie jullie zo. Ons framewerk is, ik voel me die man van eigen huis. Yo, het framewerk is gedaan. Nee, het framewerk is gedaan. Oftewel, de buitenkant van de kast is in principe klaar. Daar gaan gipsplaten tegenaan. Er komt een kopgipsplaatje hier tegenaan. Die past precies langs deze rand. Dus nu moeten we eigenlijk alleen nog maar even hierboven een klein plaatje nog zetten. Dat daar ook een gipsplaat tegenaan kan. Want dit is misschien iets te groot om te overbruggen. En dan kunnen we ook hier gips tegenaan plaatsen. En dan kunnen we eigenlijk het deurwerk erin gaan zetten. Want dat moet ook wel ingezet worden. Maar in principe is de trapkast dan gewoon gedaan in een half dagje. Ongeveer iets minder dan een half dagje. Dus, denk je nou, trapkast, daar ga ik niet aan beginnen, wat een moeilijk. Nee, het valt op zich, zolang je maar gewoon goed meet, is het gewoon echt een werkje wat te doen is. Alleen, ja, je moet niet bang zijn om een zaag en een boord te moeten gebruiken. Maar echt eerlijk, ik sta in de kast. Oh jongens, ik kom al even uit de kast hoor. Dat is een grapje natuurlijk. Oké, wij hebben dus een geniaal plan in één keer. Ik kwam schotels te binnen. Ik neem jullie mee. We hebben eigenlijk de hele trapkast is nu af met frame en al. Alleen, we hadden hier zeg maar de voorzijde wilden we eens gewoon dicht gaan gooien. Oftewel, de voorzijde gipsplaat tegenaan klaar. Maar we hebben ooit erover nagedacht. Dat we zeggen, ja, misschien wel een leuke plek om een kast te doen of zo van top tot teen. Nou, 3 keer raden. Als je dan toch aan het bouwen bent, dan kunnen we net zo goed meteen een frame bouwen. Dus een rand van een goede dikte. Dus dit wordt de dikte van de rand, zeg maar. We hebben hem al. Nee, ik zal je even hierheen meenemen. We hebben al een hele rand gemaakt. Dus dat is de voorzijde eigenlijk waar je naartoe kijkt.
En aan de binnenzijde kunnen we gipsplaten hangen die buitenrand gipsplaat tegenaan hangen. En dan hebben we eigenlijk al een soort van frame wat de stucadoor dan mee kan nemen. En het enige wat we dan nog hoeven te doen is de buitenrand verven als we een andere kleur willen hebben. Of aan de binnenkant gewoon alles een zwarte kleur geven, zoals daar op de Wedded. En dan hoeven we alleen nog maar balken te kopen van eikenhout of van lijfhout of wat we dan ook willen. Oftewel, we hebben eigenlijk een soort van een extra niche / kast gaan we bouwen. Dus hopelijk zometeen is hij af. Gaan we jullie laten zien, adieu. Oké, boys en girls. We zijn aangekomen aan het einde van de dag. We gaan over 5 minuten, 10 minuten even eten. Daarna gaan we niet meer terug, want vanavond gewoon lekker een streampje weer op de planning. Dit is hoe ver we zijn gekomen. We hebben, zoals jullie kunnen zien, een soort van frame gebouwd erin. Dus kortom, dit gaat afgedekt worden met een gipsplaat nog helemaal tot aan boven. De voorkant, de bovenkant, tot dat latje zeg maar wordt afgedekt. En hier aan de onderkant hebben we ook een lat. Dit gaat helemaal dicht gemaakt worden. Dan komt hier een mooie plank op, een mooie houten eikenplank. Dan ergens 1/3 erboven en dan ergens op 2/3. En aan de bovenkant komt ook gewoon en de binnenzijde komt helemaal gips te staan. En dat gaat afgesmeerd worden door de stukken door, hoop ik. En dan hebben we gewoon een mooi kastje. Gewoon, naast de trap hebben we dan gewoon eigenlijk een soort van, een mooi kastje gebouwd. Waar lampjes ook vanuit in de kasten gedaan kunnen worden. We zijn niet heel ver gekomen met het afdekken. Dat was natuurlijk wel mijn doel. Ik wilde eigenlijk dit helemaal af gaan dekken met gipsplaten. En ik wilde eigenlijk klaar hebben. Ja, tijd is echt voorbij gevlogen. Maar nu gaan we lekker naar huis. We gaan lekker eten. En dan gaan we morgen vroeg gaan we weer hierheen. En dan gaan we verder met de verbouwing, boys and girls. VJ Squad. Zie jullie gisteravond op de stream. Ciao, ciao. Buiten aangekomen. Even serieus. Kijk hoe smerig die auto is van de bouwplaats. Dit is beschamend. Morgen het eerste wat we gaan doen is we gaan naar de car wash. Want ik schaam me diep. Ik schaam me diep om zo de status op te gaan. Als je me langs ziet rijden, alsjeblieft lach me niet uit. Oké, AUB, dankjewel. Wel trusten. Gemorst. Oh mijn god.